lang duurt het ook nog dat het nacht is? De maan is letterlijk in het... Ah nee, hij gaat weer naar onder. Oké. Het zal ongeveer nu 2 uur 's nachts, 3 uur 's nachts zijn of zo. En wanneer komt de zon op? Nou, wat denk je? Ja, weet ik veel, 6 uur? Zoiets. Nee, dat moet ik ook in, maar... Oh, ik heb nu ook echt dorst. Ik wil wel even een visje in. Ik wil wel... food traden voor Bigfoot. Of drinken voor Bigfoot. Hier is het al, maar we willen hier nog niet in doen. Ah, joh. Morgen is... Gaan we hier even chillen bij deze boom? Bij deze boom? Chillings. Chillings. Of zit hier ook die mega zombie? Kan. Kan inderdaad. Daar krijg je altijd zieke loot van, jongen. Dat herinner ik me wel. Moet je wel killen. Farmen. Ik ging die altijd farmen, die was heel easy om te killen. Oh. Zeg maar true. Maar ik gebruikte die shotgun altijd. En dat lukt ik net ook mee. Die guard shotgun die je krijgt van prisoner. Van die prisoner zombies. En dan, ik ging altijd op die PI, op die, die original map. Ging ik op die prison stukje in het midden. En dan kon je ook gewoon die prisoners farmen voor clothing. Dan had ik gewoon unlimited dressing. Hello. En dan kon ik die guards farmen voor shotguns enzo. En dan had je nog van die 8 van die wachttorens en dan kon je gewoon een huis van maken. Ja, klopt. Dat was mijn meta altijd. De meta. De meta. Meta Frank. En dan ging ik gewoon met die full prisoner clothing en die en met zo'n shotgun ging ik naar die military base toen had ik kankerziekelijke shit meteen. Er zijn nog 11 mensen op de server. Die mensen, die eentje heeft min 8. En Morris heeft min 6. Hoeveel mensen heb jij nu gekild, Morris? 1, 2. Ik heb 2 gekild. Perry heeft min 4. Ik heb 1 gekild, ik heb min 2. Heb jij denk ik 3 dan? Heb jij denk ik 3 gekild? Maar hoezo heb jij 3 gekild dan? Oh, ik heb allemaal damage op hun gedaan misschien. Zoveel zijn we toch nooit tegengekomen ook? Nee. Ik heb een kindje gekild toen ik was gespawnd. Daar komt mijn min 2 vandaan. En Perry heeft 1 iemand gekild en Morris dan misschien 2 of zo, I don't know. Dat wordt weer dag. We kunnen het zich gooien. Ja? Gassen. Ja, dan word je nu gelaserd. Ja, dat is altijd leuk. Dat was ik echt een besef. Dat we hier nu met een ace en een allemaal pistols en zo aankomen. Ja, nog meer geluid maken. Nog geen 2. Dat is gewoon je eigen fout. Ja. Ja, vervelend ventje dan jij. We gaan gewoon wat mensen knallen hier. Ja, gast. Jullie zijn zo dom. Nee. Oh, we gaan erop. Even gelezen. Ik vertrouw het op zich redelijk. Maar het zijn allemaal goed. Ik heb jou, Jury. How it feels. Ah, hier zit ook een guy in. Nee, niet. Kijk, een kluis hier, Ranger Drum. Oh, dat is wel goed hoor. Ik heb een F1 grenade volgens mij. Daar kun je C4 van maken. Je moet je zo zien. Nee, een Ranger Drum met dik gehad in deze. Als je een AK vindt, oh, godlike. Waar is die Ranger Drum nou? Kanker, een hond. Een hond. Perry, kunnen we even one-shotten? Kijk uit, achter je Perry, hij komt Perry. Kunnen we even samen... Oh. Smarft. Niet nodig, I guess. AK magazines ook altijd meenemen.
Lag daar een AK-magazine dan? Hier aan de muur, ja, in die kist lag gewoon een AK-magazine. Het zijn allemaal popguns die hangen. Oh, nog een keer scope. Nog een keer snipers, ja. Ach, een keer scope? Oh, die is kankernuis. Oh, range box. Oh, spek op zijn rugzak. Ik weet niet waarom, maar dat deed oprecht pijn aan mijn oor. Die ja, dat krijg je als je met muziek op slaapt, hè? Een ruis, hè? Okay, kan je in deze game 3 secondaries hebben? Nope. Nee. Daarmee heb je ook een secondary, hè? Ik heb een 16 keer scope. Damn! Ik moet nu alleen nog even een AK vinden. Dan. Ja, maar als je die smoke en zo ziet. Kijk, als een, ja, gewoon nutteloos shit op spawn points gewoon pakken. En echt met de grond gelijk maken. Ik heb spijkels ook wel handig volgens mij. Ja, ja. Mag ik schieten? Liever niet. Doe maar niet eigenlijk. Maar wat als hij er wel was? Dan was hij gekant. Wat de fuck heeft iemand hier ook gebouwd dan? Ja, die toren. Ja. Ja. Iemand had daar een base in gemaakt. Die is geklaard. Ja, die base even gereed. Carjack. Kan je meenemen, is handig. Okay. Heb ik al, though. Oh, oké. Okay. Kijk, een 6. Ik doe die shotgun. We kunnen hier niet te lang blijven, want dan hebben we weer food nodig. Want ja, dit is toch vanilla. Ik heb geen food. Ik ben dood aan het gaan van food. That escalated quickly. Ja, ik ga die kettingzaag denk ik droppen of niet. Nee, Yuri magazine zou ik allemaal droppen. Dat heb ik niet nodig. Als er ammo zit, wil ik het wel hebben. Ja, er zit allemaal ammo in. Ik heb misschien nu even naar mij komen. Of Yuri, ik bedoel Bulldog magazines. Oh, nog een Ranger drum. Kan je de ammo daar niet uithalen? Nope. Valt een tegen. Gert-Jan, zegers. Kank. Je, Perry, de smokes moet je trouwens niet echt gaan gooien. Want als er iemand als er iemand aankomt, dan zien ze meteen dat die mensen zijn. Ja, dus. Ja, dus. Mag ze toch weten. Gaan ze meteen sneaky spelen. En wij weten dan niet dat er hier mensen zijn. Weten we wel, ja. Dan komen we op die dag. Dus waarschijnlijk ook niet op een hele leuke manier. Oeh, jij gaat sowieso goede shit erop. Military bottom. Military bottom. Military top. Waarom liggen je guns aan de muur? Kunnen we die pakken? Nope, is gelokt. Is het geen OP-gun die aan de muur zit? Kanker, ik heb mijn paraplu gescrapt. Kanker. Ja, wat kanker. What the fuck heb jij een paraplu? Dan kun je even daar kan springen. En als je die dan de laatste seconde vastpakt, dan krijg je geen damage. Kut uit de kooi.
Oh, what the hell? Yo, gekke Tech 9? Wie wil de Tech 9, jongens? Tech 9 is een troep. Maar ey. Wil je niet zo over de Tech 9 praten? Tech 9 is goede gun, let's go. Is een sledgehammer nog goed? Of kun je gewoon beter een mes hebben? Mes is veel beter. Wie speelt nog nu? 13 mensen. The fuck? Ja, daarom is het zo kut dat we geen auto hebben. En hey, nog een Yuri. Echt wel even strippen. Strip. Oh, daar is iemand inderdaad. Waar, Morris? Bij de toren. Echt, wat zit er jou in? Hij zit in het gebouw. Hij is dood. Netjes. Hij heeft een oude geweer. Oh, mag ik die hebben? Die is kankergoed namelijk. En is Hawkhound, Sniperska. Echt? Nog een gas mask. Oh, ik pak die oude geweer even snel van hem. Want PvP is echt het leukste in deze game wat er is. Wil jij range drum? Ik graag. Wil jij hem hier komen? Wacht, ik drop hem in de building. Gaat staat allemaal goede shit. Ik heb 2 range drums trouwens. Wat een reader. Ook gewoon hier naar binnen terwijl hij gewoon al die dikke smoke ziet. Kankers. Ja, inderdaad, dat was toen. Waar had jij die drum gedropt? Wat binnen? Binnen. Ja, oh, what the fuck. Is die Sniperska goed? Hij is niet super. Oh. Hij kan wel handig zijn, hoor. Ja. Deze guy heeft ook echt dikke sod off. Hij is wel gekanteld. Dat is zeker waar. Gewoon nu jij toch een andere kunnen hebben. Heb jij nog een Yuri merk voor mij? Yes. In de Yuri die ik gedropt heb zit als het goed is nog een clip. Die op de grond ligt bij mij. Oh ja, en ik heb nog deze. Had je nog? Die drum. Pak je drum, jongens. De drum? Er ligt nergens een drum. Of een Ik heb eten nog. Geef dat clip. Had dat eten? Oh, die had ik gepakt. Dat ik heb een guy. Oh ja. Ik ga mij goed checken. Oh, dat is die guy die zijn bed hier. En die heeft hier zijn bed ergens ofzo. Of niet? Laten we die hunten dan. Hij kwam hier vandaan, hè? Heeft iemand alsjeblieft wat eten voor mij? Ja, ik heb wel. Maar waar heeft zijn bed? Heb jij nog een splint? Oh my god. Ik heb een splint, ja. Weet jij ongeveer waar die vandaan kwam, Morris? Ja, gewoon via de ingang alweer. Hij niet splint. Ja, hier. Morris eten, hè? Ik heb ook eten nodig, maar ik weet niet of je eten hebt ook. Morris, kom eens. Kijk, dan is dit voor Morris en dan is dit voor Perry. Ik ruk ass, eggs ja. En. Geef nou de chocolade natuurlijk, kan ik wel. Inderdaad.
dan zullen we even zijn bed zoeken. Ja, wil je dat doen? Like, is dat belangrijk? Ja. Ja, dan kan hij hier niet meer spawnen. Ik ga hier rechts wel even zoeken. Als jullie naar links gaan. Ik denk dat hij hem tegen een berg of naast een boom heeft gezet. Ja, als ik hem was, dan zou ik het ook wel doen, ja. Hij had ook explosives, ik weet niet of hij die mee heeft genomen. Oké, ja, als het goed is. Kijken of we hem weer zien. Eigenlijk mag je niet echt de military base komen om een gun te pakken. Hoe doe je? Nou. Als hij weer is gespawnd hier en hij gaat de military base in en hij pakt even een gun en klept ons even. Dat ziet er goed uit. Ik zou ook best dat hij bij deze berg zijn bed heeft neergezet. Ook wel een common spot hier bij deze rotsen. Hij is bij mij, hij is bij mij. Waar kwam hij vandaan dan, Barry? Bij mij kan hij vandaan. Oké, dan zit hij aan de achterkant van die rocks. Oké, ik ga de rocks op. Ik ga een beetje rocks kleren. Als Barry een beetje in de military base blijft, dat hij geen guns kan maken. Ja, er zijn heel veel zombies bij mij. Schieten heeft toch geschoten. Kanker ding weer. Oh, ik heb geen ammo. Oh my god. Oké, ik zie een huis met een brand. Ja, als daar een bed op staat, moet ik een bed even kapot maken. Ik zie geen bed, maar ik zie wel midden van de brand. Leijers. Ja, dat is best wel snel hier weer, dus het bed is dichtbij. Oh, ik heb geen zin. Ja, weet je, de veld kun je niet kapot maken. Explosives voor hebben. Hebben wij nog niet. C4. Ja. Ja, er hoeft echt niks in te doen. Heeft iemand nog civilian hebben? Oh, hier volgens mij. Oh, dat is een bed. Nee, ja. Kapot maken met je knife. Kapot maken met je knife. Spaant die beest hier op je gezicht. Oh, ik kan die man zo. Denk je dat hij dit heeft opgegeven? Weet niet, ik zit op zijn bed nog steeds te zoeken. Ik denk niet dat dat zijn bed is, Morris, want hij kwam via dat gat in de muur. Ik denk niet dat hij zijn bed hier heeft, man. Denk je echt dat hij zijn bed hier ergens links heeft? Op deze berg, want hij probeerde deze keer weer de andere kant. Maar wat probeert hij ook? Hij probeert gewoon een gun te pakken in onze kilo. Ja. Oh, ik heb zijn bed. Just
de bed die jij hebt kapot gemaakt is van iemand anders, Morris. Dat kon hem niet zijn. Hoezo dan? Dat is veel te ver weg van waar hij het kwam. Hij moet ook nog, als hij dood is, 30 seconden wachten dat hij op zijn bed kan spawnen. En hij kwam heet het vanaf de kant waar ik nu ben. Gaat hij nog een bal spawnen? Dat is heel zeldzaam als hij spawnt. Als hij er is dan gewoon... Oh, dat is heel zeldzaam als hij spawnt. Kijk, schiet je nu nog. Maar goed, de steen op mij. Oh, oh, oh. Ja. Ja, en nu? Die bos killen. Hoe dan? Gewoon op zijn hoofd schieten. Het is heel zet, maar ze spaan er gewoon een beetje. Wat? Dat viel een beetje tegen 18. Ik doe niet veel kort even gezegd. Ja, het is oké. Okay. Hij heeft een nade gedropt, toch? Een high caliber ammo, daar kun je mee reden. Wat is ook die timing daarvan? Ja. Oké, ik had daarvan gekregen ook een ranger suppressor, dat is handig. Die is al goed. Wat had je gekregen? Een ranger suppressor. En een scope. Oh, ranger suppressor, ja. Maar wat kut is aan vanilla is dat je de dingen steeds moet repareren. Ik heb een cobra sight, wil iemand die hebben? Ja. Ja. Kan ik die op mijn gunner of niet? Ja, ja, met T. Kan ook. Als je T inhoudt, dan die... Ja, die heb ik. Ik heb gewoon een dikke 16 keer scope op mijn oog. Ik heb een 8 Kijk, keer. Ik heb een 8 keer. Oh. Als ik een AK vind, dan mag iemand deze ooggeweer hebben. Ik heb weer mijn been gebroken. Zeg, was... Hey, willen we trouwens nu weer naar de stad toe gaan? Want ze eten raakt een beetje op. Ja, of zullen we even uitloggen? Laten we uitloggen, man. Laten we dan wel even niet meer in de militant. Leek heel erg op hem, what the fuck. Laten we dan niet in de military base uitloggen. Right. Even een beetje bij Savot in de buurt op berg of zo. Want als je inlogt, willen daar nog wel eens mensen staan te loot en dan kun je ze gewoon in hun nek schieten en dan gratis loot. Nekschot. Nekschot. Oh, nog een bipod hier. Oh, wat is dat ineens? Hoe is dat mis, hallo? Oké, ik heb nu een bipod voor de oog. Als ik nu iemand zie, dan is hij echt dood. Van kankerver. Ja, ik zou die silencer niet gebruiken, Morris. Waarom niet? Kijk nog eens naar T. Kijk eens hoeveel durability er al af is. Al 8% van 2 schoten. Ik denk dat jij die een beetje op je oog kan doen. Ik weet niet of hij dat kan proberen of hij dat kan. Kun je beter bewaren voor als je hem nodig hebt? Ja, ja, hij kan er wel op. En bewaren, dat is heel handig voor jou. Ik schiet sowieso niet met de oog, tenzij ik iemand zie. En die dingen kun je wel repareren met een blowtorch en scrap volgens mij. En ik heb een blowtorch, als het goed is. Ik ben nu 15% eten, ik denk dat we even kunnen uitleggen. Ik heb nog eten voor je. Nog eens. Ben jij bij mij? Ik ben 30. Ja. Kijk eens Morris, dikke tomaat. En Perry, waar ben jij? Top ook even een jurymerk voor mij, dank u, what the fuck. Ik hè? Je lag hier gewoon in volle jurymerk. Oh, ik heb ook nog een jurymerk volgens mij voor jou. Jij weet, oh mijn god, ik had bijna geen helemaal meer dat. Even kijken hoor, hier nog een half volle, hier nog eentje met 15, kun je combinen. Ja. Low caliber ammunition box. Perry wil ook nog een reep chocola. Ah, dit en een reep chocola. Zo. Hoog is groot. Morris. Morris kan geen ammo waste. Ja, dat ding is heel lekker met die scope ofzo. Let's go. Ik heb nu ook geen eten omdat ik alles weg mag geven. Ja, dat is aardig.
Maar ik heb nog 60 food en 65 drinken. En jullie moeten je skills even upgraden in food, survival. Ik krijg minder snel honger, ja. Het is echt fucking goed. Stel bij het, even kijken hoor, waar staat hij bij? Bij het kasteeltje volgens mij, helemaal onderin. Ik heb echt 100 ja. XP. Och. Nou, upgrade even 3 keer in survival ofzo. Dat is echt fucking goed. Ik heb het helemaal volgedaan. Oké, dat kan ook. Dan zul je merken, dat is echt heel chill. Maar waar waren we uitloggen dan? Hier bij Savat ongeveer. Savat ongeveer. Nog even die kantine checken of daar eten ligt. Dan. God, Sven of you. Ja. Ja, het is toch weekend op moeite. Ja, dan. Ik heb morgen om 12 uur een brunch. Hoezo? Het is morgen Pasen. Ja, morgen is Pasen. Ja. Kijk, en dan komen er allemaal mensen die ik niet ken. Hoezo? Ja, het komt allemaal visite. Helemaal geen zin in. Ja, moet je parkour skill hebben. Oh, jij gaat gewoon wel overheen. Oké. Okay. Morgen heeft dan parkour geüpgrade. Maar één keer? Volgens mij wel. Nou, dat is een beetje teleurstellend. Hé, zak chips, 100%. Oh, eieren. Wat er 100%? Yes. 40%. Oh, yummy dog. Jury ligt in de je hebt nog koelkasten en wiet, 100%. Nice. Oh, Sniperska. En Morris Armor voor jou. Die heb jij niet. Kijk, ze hebben een armor. Je vest hier nu, hè? Ja, ik eet die wheat op hoor, dus. Die snipers kan er even bij. Yuri magazine. Oh. Gekke helm. Wat? Dikke staalhelm. Military helm. Ze hebben echt het geluid aangepast. Zullen we even uitloggen op de berg hiernaast? Ja. Wacht, zie ik hier nou iemand lopen? Wat ik, sorry. Mijn vader. Waar, Perry? Laat maar. Ik was heel confused. Ja, ik dacht eigenlijk dat iemand zag lopen, maar ik ben schil. Ik kom wel heel veel... Nee. Geklaard. Kijk. Hier even achter deze heuvel uitloggen. Weet je nog waar dat treinsding zit, Perry? Ja. Nou, daar zo. Daar kan toch ook zo'n mega zombie spawnen? Weet ik niet. Wachtliep. Kijk, wachtliep? nee, ik dacht dat ik poppetjes zag lopen, maar... ik word een beetje paranoia, I guess. Ik wou even deze als favoriet opslaan. Zo dat ik wel onthoud een vage Russische vanilla server. Wacht, oh ja. Gewoon het treinspoor eigenlijk volgen. Daar is die. Kleine base. Oh, de server zit nu bijna weer helemaal vol. The fuck? Heel vaag. Er zijn allemaal nieuwe mensen, dus die kun je, als je nu naar beginnersstadjes gaat, dan kun je die gewoon kleppen. Dat is wel grappig. Maar ja, het is totdat je laat. Doodgaat. Dan ga je echt niet dood hoor, de fucking pistols.
Hallo? Zag je nog wat leuks? Of? Nope. Spijptig. Je kan ook nog wel AK leggen en zo. Waarom bij die snorkel? What the fuck? Even mooi. Prachtig. Nou, ik ga hier even uitloggen. Hier om de hoek op de berg. I follow. Kijk, dit is ook een fucking goede spot om een vault neer te zetten, gewoon hier zo. Hebben we wel eens gedaan, ja. Hier zo niet. Nou, even uitloggen. Waar zijn jullie? Oh, boven op de tunnel. Zo, floep. Weg zijn we. Flip, ja. Flap, floep, floep, floep.